Vrienden, we weten het nog wel, hè? Van de kakelende kaag. Weet jullie nog hoe dat ging? Ja, zij kwam met het idee van, nee, we gaan de politiek helemaal anders aanpakken. Ja, nee, we komen nu met een nieuw elan. We gaan dus niet meer achterkamertjes gebabbel en we gaan niet meer dealen en wielen en we gaan ook niet meer liegen en bedriegen. We komen met nieuw elan, ja, en we zijn transparant. Nou, hier. En wat hebben we nu? Wat hebben we nu met die Hugo de Jonge? Jonge, jonge, jonge zou ik tegen die Hugo willen zeggen. Pijnlijk allemaal weer. Oh, oh, wat een nieuw elan. En wat zijn we transparant. Gaan we toch weer helemaal weer dat oude riedeltje afdraaien. Ja, je ziet dus gewoon weer de arrogantie van de macht. Die hebben we nu weer gezien. Hugo de Jonge bepaalt gewoon zelf wat hij wil. En hij hoeft niemand verantwoording af te leggen. Nee, zo doen we dat. Nou, en dan komt hij dus helemaal in de problemen met die mondkapjesdeal. Ja, natuurlijk. Want hij heeft het kostbaar ontkend en draaide er maar omheen. En toen kwam het natuurlijk gewoon uit en zoals altijd. Nou, en dan moeten we de kamer in. En wat krijgen we daar dan weer? Dan krijgen we weer door het stof heen. Wow. Oh, zo sorry. Oh, zo sorry. En dan ook het taalgebruik van dit soort types. Ja, ik heb verwarring laten ontstaan. Verwarring? Nee, je hebt gewoon uit je nek zitten leuteren. Je hebt gewoon staan liegen. Mafketel. En dan zegt hij, ja, ik heb onbedoeld bijgedragen aan het wantrouwen. Ha, wat een teksten allemaal. Het is alleen maar om te verdoezelen dat ze hebben lopen liegen. Nou, en dan moeten we dus, dat zei ik al, enorm de excuses maken. Oh, 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 wat zijn we sorry. Ja, en dan is de Kamer ook weer zo zwak. Ja, die laten dat toestaan. Die Kamer die heeft dus geloof ik een jaar geleden afgesproken. Nee, we gaan het nu anders aanpakken. En dan laat de Kamer dit toch gebeuren. Ja, want ja, die kleine partijtjes, ja, motie van wantrouwen. Maar die coalitie, ja, die doen toch allemaal weer deeltjes en wieltjes in de achterkamertjes. En nee, en dan komt hij er toch mee weg. Dat is dan de einduitslag. Hugo de Jonge komt er toch mee weg. En daar hebben mensen dus helemaal genoeg van, Hugo de Jonge. Daar kotsen ze van. De mensen zitten niet te wachten op nieuw elan. En de mensen zitten niet te wachten op transparant. Nee, de mensen zitten te wachten dat jullie eindelijk eens een keertje gaan luisteren naar de Nederlanders. De mensen willen gewoon gehoord worden. Zoals in Groningen en zoals bij de toeslagenaffaire. De mensen willen gewoon dat jullie hun belangen verdedigen. Dat willen ze gewoon. Ze willen niet een molenpark bij hun voordeur. Nee, dus luister daarnaar en douw het ze niet door de strot. Dat soort dingen. En zorg voor lagere gasprijzen. En zorg voor lagere benzineprijzen. Dat zijn de belangen van de burgers. Ze willen dat jullie dat soort dingen gaan doen. En zorg daar dan voor, want daar zit je voor. En daarom ben je gekozen.